Onze belangrijkste activiteit is het vastmaken, het afmeren van zeeschepen. Daarnaast het losgooien, het verhalen en alles wat met nautische dienstverlening te maken heeft, dat verzorgen wij. Wat wij hier doen is eigenlijk alles op verzekeringsgebied. Dus dat betekent zowel cascoverzekeringen als letselschadeverzekeringen, arbeidsongeschiktheid en dat soort zaken doen wij ook. Het is toch een risicovol beroep. Je begrijpt dat dan met de arbeidsongeschiktheid daar ook een verzekering voor ontworpen moet worden. Dat hebben we dus ook specifiek in samenwerking met Schouten kunnen doen om het aan te sluiten op de werkzaamheden die wij doen. Dus dan ga je iets andere invulling geven van de verzekeringsdekkingen dan gebruikelijk. Dus we hebben altijd heel veel informatie nodig, risico-informatie nodig, om dit soort specifieke activiteiten, hoedanigheden, meer in beeld te krijgen. Wat zijn de risico's? Wat doen jullie dan? Mag ik eens een keertje mee gaan varen? Mag ik eens een keer een andere activiteit meemaken? Om te weten wat er speelt. Daarnaast zijn de laatste 15 jaar veel andere activiteiten bijgekomen. Zoals de offshore wereldwijd, waar wij dus bemanningsleden voor kunnen uitzenden. Het leveren van die bemanning betekent ook dat de mensen over heel de wereld moeten gaan reizen. En wij hebben dat ondergebracht in een compleet collectief contract waar eigenlijk 24 uur per dag dekking voor is. Dus ze kunnen gewoon gaan op ieder moment, al is het midden in de nacht, kunnen ze weggaan en is het verzekerd. Aansprakelijkheid is ook een heel belangrijk risico voor de KNVJ. Uiteraard is dat bijvoorbeeld aanvaringsschade. En daar hebben wij een specifieke oplossing voor op onze schadeafdeling. Want wij verhalen bijvoorbeeld ook de schade als er een schuldige tegenpartij is. Dat is het mooie dat we een lange relatie hebben. Want daar ontstaat ook een beeld van de risico's die er zijn. En wat dat dan teweeg brengt met incidenten. En dan zie je dus dat we wel een risicovol beroep hebben. En daar toch ook op de juiste manier mee om kunnen gaan. Tuurlijk gebeuren er wel dingen. En daar hebben we dus een goede verzekering voor. De verzekeraars proberen natuurlijk nog wel eens een aantal risico's uit te sluiten. Maar wij zijn ervoor om dat voor de KNVJ beter op te lossen en toch weer invulling te geven. Al is het dan onder bepaalde voorwaarden, met bepaalde clausules en dergelijke. In het verleden hebben we zoiets gehad met een ernstig ongeval met dodelijk afloop. Ja, dan zit je er natuurlijk als vereniging ook emotioneel in. Aan de andere kant moet het toch ook zakelijk, zeker op verzekeringstechnisch gebied, afgehandeld worden. En daar hebben wij dus gewoon heel veel bijstand van met een partij als Schouten.